trauma en autisme. Wie zoekt op trauma en autisme komt een hoop tegen, waaronder een hoop beweringen. Maar hoe zit het nou eigenlijk? Hierbij weer een kritische analyse van autisme. Laten we beginnen met de claim dat autisme veroorzaakt wordt door trauma, of een direct gevolg is van trauma. Dit is echt niet zo. Het betreft een gevalletje correlatie met causaliteit verwarren. Simpel gezegd, er is een samenhang tussen trauma en autisme, maar dit verband is niet oorzakelijk. Autisme komt niet door trauma. Autisme is namelijk genetisch, een neurotype, een variant op de menselijke diversiteit, ofwel anders werkende hersenen. Wat wel zo is, is dat veel autistische mensen trauma's hebben en dat de uiting hiervan kan lijken op autisme en vaak met elkaar verward wordt. Er kan dus een overlap zitten tussen hoe autisme zich uit of hoe eventuele klachten van autisme zich kunnen uiten en de verschijnselen die je ziet die trauma gerelateerd zijn. Maar hoe komt het nou eigenlijk dat veel autistische mensen trauma hebben? Het blijkt dat, wat ik al eerder benoemde in mijn vlog over autisme en geweld, autistische mensen meer kans hebben slachtoffer te worden van geweld in alle vormen. Dit maakt niet per se trauma, maar vaak is het wel zo dat mensen die met geweld te maken hebben gehad, hier trauma door opgelopen kunnen hebben. Dit kan overigens ook om racisme of validisme gaan. Het meekrijgen van stereotypen, vooroordelen, ongelijkwaardige behandeling, stigmatisering, discriminatie, seksisme. Dit kan allemaal trauma met zich meebrengen. Het gaat vaak ook nog eens een combinatie van deze zaken of een combinatie van een van deze of meerdere van deze met fysiek geweld of misbruik. Wie er de statistieken op naslaat en onderzoeken, vindt dat zo'n 40% van de mensen uit de autistische populatie last hebben gehad of hebben van trauma. Er is dus een overlap van autistisch gedrag of autistische klachten en dat van trauma. Neem nou bijvoorbeeld enkele veel voorkomende uitingen of manifestaties van autisme, te beginnen met prikkelgevoeligheid. Waar veel autisten last van kunnen hebben, bijvoorbeeld van mensenmassa's, kan dit van slachtoffers van trauma ook een probleem zijn, vooral als zij iets traumatisch mee hebben gemaakt in mensenmassa's of zich per definitie door hun trauma onveilig voelen bij mensen. Dan kun je dus als buitenstaander hetzelfde zien, wat een totaal verschillende oorzaak of reden kan hebben. Ook een ander kenmerk van autisme, problemen met de executieve functie, kan zich voordoen met slachtoffers van trauma op het moment dat zij een herbeleving doormaken en op dat moment niet helder kunnen nadenken of vastlopen. Zelfs motorisch kan dit zijn weerslag hebben. Veel autisten hebben motorische problemen, maar het blijkt ook dat vooral de meer ernstige vorm van trauma voor motorische problemen kunnen zorgen. Ik moet ook eventjes aan de problemen bij zinnelijkheid denken, wat je met name bij autistische kinderen kan zien, maar ook bij kinderen met trauma. Laat staan een combinatie van beide. Het kan dus lastig zijn het kaf van het koren te scheiden. En daarom is het ook niet verwonderlijk dat mensen de overlap tussen trauma en autisme verwarren voor oorzakelijk gevolg. Als het een Venn-diagram is, trauma en autisme, dan kan die dus zo komen. Maar dat wil niet zeggen over iets wat van A naar B leidt. Dat is dus correlatie versus causaliteit. In mijn vlog over oorzaken van autisme heb ik reeds een analyse gegeven van de problemen rondom het idee dat autisme veroorzaakt kan worden. Veroorzaakt kan worden door iets wat iemand in diens leven meemaakt. In plaats van het meer plausibele, waarschijnlijk idee dat autisme aangeboren is, genetisch is. Ik leg daaruit dat de obsessie naar het vinden van oorzaken van autisme waarschijnlijk eerder voorkomt uit een nog dominante medische model, waarbij autisme als aandoening, ziekte of stoornis gezien wordt. Als iets wat voorkomen of genezen moet worden. Ik heb ook uitgelegd dat autisme door de neurodiversiteitsbeweging, gebaseerd of op zijn minst zwaar beïnvloed door het werk van socioloog Judy Singer, gezien wordt als neurotype, als anders werkende hersenen, als onderdeel van een menselijke diversiteit of zelfs een aanvulling daarop kan zijn.
Ik concludeer dan ook dat het idee dat trauma autisme kan veroorzaken een symptoom is van de aanhoudende tendens, welke overigens raakvlakken heeft met eugenetica, om autisme maar te proberen te voorkomen of genezen, in plaats van te omarmen als neurotype en om aan de ondersteuningsbehoeften van autisten te voldoen. Als autisme al wordt veroorzaakt, dan komt dit door autistische mensen die kinderen op de wereld zetten. En zoals ik in mijn vlog over autistisch ouderschap betoog, is dit een goed iets. Wat niet goed is, is dat zoveel van ons trauma's oplopen. Dit is onnodig. Dit zou verminderd moeten worden. Niet autisme. En het verminderen, tegengaan en genezen van trauma bij autisme begint, denk ik, bij autisme als neurotype zien. Dan kunnen we op onze ondersteuningsbehoeften inspelen. Dan kunnen we ervoor zorgen dat autistische kinderen in een meer fysiek en sociaal veilig klimaat groot kunnen worden, zonder dat ze blootgesteld worden aan validisme, validistische conversietherapieën zoals ABA en PRT, SIES-therapie, die voorbijgaan aan het functioneel gedrag van autisme. Zonder straffen, zonder vooroordelen vanuit de neurotypische bias, zonder veroordeling van gedrag. En dan kunnen we op het moment dat zij volwassen zijn, verwachten dat zij meer weerbaar zijn, waardoor zij minder geweld in relaties zouden kunnen ervaren, minder uitsluiting op de arbeidsmarkt en minder onveilige situaties met autoriteiten mee hoeven te maken. Ofwel, allerlei zaken die tot nu toe blijken vaak trauma bij autisten te veroorzaken. Er valt nog een hoop winst te behalen en de antwoorden liggen voor het oprapen. Voor één ieder die zich los weet te maken van een medisch model. Voor één ieder die luistert naar hashtag actuallyautistics. Niets over ons, zonder ons. Tot de volgende keer.